En dan is het eindelijk weer wedstrijd. Race day! Jawel! Nou, volgens mij 9 maanden mijn allereerste wedstrijd weer. En ik heb er ontzettend veel zin in. Maar ja, wat ook er altijd bij hoort. Spanning. Heb ik alles mee. Zenuwachtig. Beetje kortaf. En ik kan je toch wel zeggen, wat heb ik het gemist? En dat was te merken, want ik was ruim op tijd bij het parcours in Ouddorp. Ja, Ouddorp, het ligt heel dicht bij Port Zelande, het vakantiepark. Ja, en als je op tijd bent, dan kan je ook eens even kijken aan trainen. En eens even kijken hoe het parcours erbij ligt. Ja, het is een zandparcours, grotendeels zand, heel technisch. En ik neem je even mee langs een paar belangrijke stukken in het parcours. Dit is het begin, dat is allemaal breed, vooral over gras. En dan gaan we eigenlijk naar het eerste obstakel. En dat is een houtsnipperstrook. Hobbelig, je moet recht uit het zadel en redelijk flink doortrappen. Daarna is het zigzaggend en ga je hier naar boven en kom je in een zanddraai. Ja, ik vind het echt de rottigste bocht van heel het circuit. Hier kon je hem nog ruim nemen. Ja, dat ging tijdens de wedstrijd niet meer. Ja, dit is een stukje verder, afdaling naar beneden, in het zand. Lastig om de bochten te houden en weer naar boven te rijden. Ja, het is echt een kwestie van goed je snelheid bewaren, zodat je daar die mee kan nemen naar boven. Hier doe ik dat absoluut niet, maar in de wedstrijd natuurlijk echt wel doen. En hier is nog zo'n technisch stuk naar boven toe met vaart. Kijken of je boven komt. En dan al heel snel naar beneden. En hier is het doorschakelen en snelheid houden. Want hier ga je aan de rechterkant steil naar boven. Dat is eigenlijk de langste beklimming. En ja, hier geldt ook weer. Hoe meer snelheid je hebt, hoe minder moeite je natuurlijk moet doen om boven te komen. Hier ga je ook al richting het einde van het parcours. 1700 meter in totaal. Alleen dit technische stukje naar beneden. Ja, en dan ga je naar open vlakte waar de wind vol op de neus staat. Waar je achter iemand een klein beetje kan herstellen. Ja, pittig rondje. Vooral de open stukken, die lijken makkelijk. De stukken waar je op kan herstellen is niet zo, want er staan weer volledig tegenwind. En er liggen een paar moeilijke technische klimmen in. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik zou het rondje nog eigenlijk wel een paar keer willen gaan doen. Maar helaas de andere categorieën is aan het rijden. En ik ga nou warm rijden en dan is het straks op naar de start. Nummer 3 in deze ATB-competitie staat Dick van den Bergen. Tips, wat doe jij bijvoorbeeld in je wielen qua lucht? Ik rijd met tubeless banden. Oh ja. Dus houdt in dat ik geen binnenband heb, dus ga je iets lagere spanning rijden. Dit is een rondje met zandstukken erin. Zandafdaling, dus ik zou je banden niet al te hard zetten. Goed zo, dat trekt gedaan. Ik rijd met 1,4 bar. Ja. En voor de rest nog tips? Ja, niet al te warm aankleden. Ja, zonder beenstukken, dat durfde ik niet aan. Er waren er een aantal die dat wel deden. Ja, en dan is het naar de start. Ik heb niet gevochten voor een plekje van voren, dat hoor ik niet thuis. Ik ben lekker achterin gaan staan. Op het gemakje wilde ik het doen, of op het gemakje in ieder geval niet gaan dringen. Maar ja, dan sta je te wachten, dan wordt die spanning maar groter en maar groter. En dan is het moment daar, yes, dat je gaat. En dan wil je ook. Ik trap hier nog een keer door, verkeerde tand waar die op dondert. Ach ja, kan gebeuren en gelukkig snel hersteld. Ja, en dan startte de rest aan. Ja, ik dacht snel nog even 1 of 2 plekjes meepikken. In de bocht hier zo kan ik misschien naar die voorganger toe rijden. Ja, je ziet het is druk, het is echt dring op zo'n moment. En dan ga je naar de eerste versmalling. En dan weet je altijd dat het, dan gaat het drummen, dan gaat het vastlopen. Ja, hier zie je het al. Rustig aan. Hier komt Ezra Tolhoek aan de linkerkant, die gaat lopen. Ik ga ook lopen, ik kom vast op dat paaltje te zitten. Achteraf gezien was dat niet zo slim, want dan moet je er hier weer op. Dat kost weer tijd en het vervelende is, er ontstaat een gat. En hier draait die bocht, die draait naar rechts. En ja, dan zit je eigenlijk met tegenwind. Er zit nog een paar man zitten erachter en dan kan ik hun uit de wind houden. Niet heel slim gedaan, ook voor een volgende keer echt beter. Gelukkig kan ik dat gaatje wel dichtrijden naar die groep, maar het gaat al vooral in het begin gaat het hard. En ik merk eigenlijk dat het, god, niet top gaat. Het gaat niet geweldig. Ik heb nog wel een goed gevoel. Maar weet je wat het is? Als je één keer er doorheen gaat, door die deur zoals ik het wel noem, even jezelf afzien, dan daarna gaat het een stuk makkelijker. En ik hoop eigenlijk dat dat gevoel weer zou hebben. Ik weet niet of ik jullie verteld heb, maar ik ben vorig jaar gestopt omdat ik mogelijk suikerziekte had. Mijn suikerspiegel was te hoog. Ik had telkens dat ik moest overgeven in mijn maximale inspanning. Dus vanaf 90% in mijn hartslag dat ik moest overgeven. Ik werd misselijk en dat had ik een paar koersen achter elkaar. Bloedonderzoek laten doen en toen constateerden ze dat ik mogelijk suikerziekte had. Gelukkig met diëten is dat allemaal weg. Dus dit was eigenlijk één grote test ook of het allemaal wel zou lukken of mijn lichaam het wel zou houden. Ja, eigenlijk die eerste ronde waar we nu nog in zitten. Het gaat redelijk tot hier zo. Baf! Ik krijg echt een flinke tik. Was ik niet zo blij mee. En zeker ook, hij duwde ook met mijn ellebogen in mijn ribben. Ik was even lucht kwijt en moest toch weer eventjes zoeken naar mijn ritme. En vooral omdat het hierna weer stil liep. Kijk, en dan zit je het bovenop. Want hierna is het lange stuk naar de finish. Ja, en dan zit je niet snel genoeg op je fiets. Die andere mannen zijn wel weg. En dan heb je een gat en dan kan je weer midden in de winter rijden. Moet je het zelf allemaal oplossen. Terwijl de kop daar al langs start en finish is gekomen en dan weer op de weg terug is. Ja, hier voelde ik me niet echt blij mee. Ja, en we rijden niet alleen, want 20 seconden achter ons zijn de dames gestart. En dit is de eerste dame die mij al inhaalt, Simone Cornelissen. Je ziet het, daar zit echt tempo in. Die halen echt ook een heleboel mannen in. En dit is al dame 2, Larissa Hartog uit De Lier. Ja, die dames die knallen goed door. Het is weer dat vervelende bochtje. Je ziet mijn voorwiel heen en weer gaan. Ik blijf er moeite mee hebben. Ja, dan gaan we naar een fotomoment van fotograaf Jeroen van der Pluim. Hier rechts, echt, wat heb je een schitterende foto's gemaakt. En die van mezelf, ik vind het echt mooi. Donkere wolken, echt chapeau, chapeau. Geweldig dat ik deze ook zo mag gebruiken. Dankjewel Jeroen. Nou, dan gaan we weer verder. Ik kom gelukkig nog boven. Het gaat goed. Maar het verschil is groot hoor met de betere coureurs. Het gaat qua lichaam gaat goed. Ik merk dat ik niet over moet geven of zo. Dat gaat prima. Maar echt die wedstrijdritme en dat diep gaan, dat mis ik. Ik moet echt gewoon weer meer wedstrijden gaan rijden de komende weken, maanden om weer op dat oude niveau te komen. En dan na een aantal ronden, dan zie ik de kop van de wedstrijd alweer dichter naar mij toe komen. En dan is het koploper Danny Sleeks die me voorbij zoeft. Kijk, dat is het verschil tussen een nummer 1 en iemand die net kon kijken. Wat een snelheid zit erin en wat een versnelling. Echt mooi om te zien. Ik hoop toch nog wel eens een keer een halve ronde in je wiel te kunnen, Danny. Maar dat gaat er voorlopig nog niet lukken. Hup, en hij is alweer uit beeld. Echt gaaf om te zien. Ja, de volgende groep ook. Je gaat aan de kant voor ze. Dit is onder andere Dick van den Bergen die hierbij zit. Ja, dat doe je natuurlijk netjes. Ik bedoel, die mannen zijn bezig voor de kopposities. En bij mij was het over. Na 35 minuten merkte ik dat ik kramp kreeg in mijn kuiten. Ik begon een beetje te tintelen en toen werd het erger en erger. Ja, ik was ook vergeten om mijn magnesiumtabletten te nemen. Ja, allemaal van die lompe dingen die je anders gewoon niet zou vergeten. Die was ik nu wel vergeten. Waarschijnlijk dat geholpen had. Ach ja, ik heb het als één goede training gezien. Op een gegeven moment ben ik gestopt en was het voor mij over de eerste wedstrijd. Een did not finish, maar ach, ik was er weer. Nou, ik blies me in het begin echt op. Na 2 ronden had ik het heel zwaar. Daarna kon ik me gelukkig beetje bij beetje weer een beetje terugpakken. Maar wat vooral echt het moeilijke is, dan merk ik gewoon, mijn lichaam is nog niet meer gewend om echt om heel diep te gaan, waar ik anders zoiets heb van hup, we kunnen nog een keer. Dat lukt er nu gewoon niet. Dat moet ik weer leren, dat moet ik weer trainen, dat moet ik weer oefenen en dan moet ik weer gewoon wedstrijden gaan meedoen, zodat mijn lichaam weer leert om echt kei diep te gaan. Beetje tegenvallend, maar het was weer wel echt fantastisch om mee te doen. Ik heb wel echt genoten. Ik merk wel dat ik hier heel veel van leer. Ik lag nu echt op mijlen achterstand. Ik ben in 40 minuten ben ik 2 keer ingehaald, maar ja, het komt weer wel. Het is in ieder geval positief dat mijn lichaam weer wil dat ik niet moet overgeven. En dat is eigenlijk misschien wel, nee, dat is niet misschien, dat is de grootste winst van vandaag. Dat mijn lichaam het in ieder geval weer aan kan. Yes! Zo is dat. En nu op naar de volgende wedstrijd. Dit was weer een aflevering van Ribbedebie. Je weet het hè? Duimpjes omhoog en abonneren hieronder. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.